Hey, top dat jij nog steeds aanwezig bent. En we zijn nu aanbeland met Until Dawn op aflevering 4. Wat Jessica? Ja, ik weet niet of Jessica al dood is. Van 7. Oh fuck, what the fuck? Jessica! Oh my god! Oh, maar ik pak die in één keer wel die gun, hè? Jess! 1 minuut van middernacht. Hij is. Shortcut. Ja, jammer hè. Dus waarschijnlijk wel veel knopjes drukken. Oh, wat is snel nu, joh. Jessica! 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 Doe verder, dan kan ik schieten! Sukkel hè? Had daar gewoon Jasper van doen. Misschien zit er wel geen kogel in. Jumpen! Fuck. Was je al lang voorbij gegleden? Ik ben echt goed. Ik moet ook een nippertje weer hoor. Jump, snelle. Haal dan maar die jump. Gaan we echt redden nu of niet? Dit is light out. Had je hem of niet? Alleen iemand die zo goed is als ik, die kan dat. Hij is geen fout gemaakt. Wat nou doen? Maar dat lampje is nog helemaal heel. Ja, dat is wel lekker meegenomen hoor. Ik weet waar we ook heen gaan. Is wie nou die, hoe heet dat? En die Mike. Hij lijkt wel. Oh zo. Oh, nu moet ik zelf lopen. Go to the elevator. Jessica, I'm coming. Ja, dat wel joh. Hoe slow nu loopt die op? Ja. Jessica! Safe, keep out. Moet je er echt ingaan? Ze zeggen wel dat het onveilig is. Jessica! Kan je rennen? Nee. Nee. Met L1. No! Oh god! Ze is neer. No, Jessica. Oh my god. Jess! Jess, are you okay? Je doet hier omhoog. We hebben gewoon 11 uur gehad. Of een laag, dat kan ook nog. Ja, nu kan je ook springen, toch? What the fuck? Valt nog wat naar beneden en dat plet haar, joh.
Oh, had je hem raak, joh? Nee, ik denk dat we hem niet hebben gedaan. Daar had je echt veel tijd voor, joh. Quick, moet zelf. Ja, maar voor jou die mist niks, dus. Gewoon jezelf. Hij zegt niks. Jump. Alles wat onveilig is, doen we ook bij hem, hè. Oh, die was mis. Hel! Hij moet opnieuw. Quick. Dat wordt niet safe, hoor. Ja, we moeten er toch komen. En ja, nou gaat hij langzaam. Come to papa. Oh, deze is weer onveilig. Kijk hoe snel het gaat. Hoppa. En lekker bezig, hoor. Shit. Ik kon hem makkelijk raken, joh. Dat is kut. Nu! Ja, maar dat is iemand anders, denk ik. Wel? Ja, maar wil je wel schieten? Dat is de vraag. Ik wou zeggen, hoe komt ze? He's gotta make it! Oh, en een lampie. Yo, toeval zet hij daar klaar. Zit niks in. Hoppa. Zat. Zo, waarom pakt hij dat andere lampje daar niet? En hier is outside. Zonder bodybuilder, hè? Nice. Oh, mijn hart. Dat is niet goed voor mij. Jesus. The fuck is that place? Oh, no. Ja, maar Jessica die is dan naar beneden gevallen. Die is dood. Ja, en die laat hij ook gewoon liggen dan. Die is dood. Die laat er niet door iemand liggen dan. Ja, tuurlijk wel. Hoe wil je naar beneden gaan? Ja, gewoon. Hij zou naar boven kunnen klimmen. Hij is hartstikke dood. Wat kan je nog doen? Ash. Je wil nog een begrafenis of zo, wie? Midden in het bos. Ja, dat is juist makkelijk. Plek zat dan. Lekker door de beer opgebroken. Not good at all. Okay. What the fuck? Maar weer precies in het open deurtje. Maar George en Ash en allebei. Maar waar is die man? Ja, is gewoon was het PC. Die zit in de badkamer met Sam. Ja. Die heeft ook niks meegekregen. Ashley? Maar die Emily ook, waar is die? Hun allebei, we zijn nu aan het seksen of zo, denk ik. Bloed gaat naar links, hè? Bloed volgen.
bullets. Yo! What the hell? Who would do this? It's clean. Varkenskop? Ja, maar dat is altijd zo'n berichtje. Dat was met die tweeling. In dat berichtje stond dat. Op die kaart. Die foto daarachter. Echt 100%. Die heb je niet meer staan, hoor. Nee, toen, toen ze de bibliotheek in gingen. Toen lag er toch zo'n foto en op de achterkant stond zo'n tekst. Mm-hmm. Oh, nu gaan we weer een totem. We hebben al drie keer trouwens niet het filmpje gezien wat er ook op die totem kwam. Ja, wel, die ene. Dat betekent dat we een goede keuze hebben gemaakt, denk ik. Ja. Maar ik weet niet wat dit is. Iemand die hing. Geel. Moeten we nu weer terug. Denk het wel. Dit was even gewoon van andere manier. Ik kan ook de andere kant terug naar de andere kant, zeg maar, ja. Nu vraag ik me af, stel dat we gelijk hier naartoe hadden gegaan. Ash! Hadden we dan veel dingen gemist of zo? Ja, ik denk het. En dat we elke keer nu die clue zo vinden, maar... Ash! 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 Man, de lampen verderop. Huis, huis. Ashley! Ashley? Ik zou gewoon naar binnen gaan, hoor. Ik weet het, Navi. Gewoon doen. Ashley! Fred! Ash, I'm here. Where are you? I don't know. Are you okay? What happened? Please, help me. I'm coming, Ash. Just keep talking. Waar to moet me. Heen? What happened? Zo ergens naar beneden denk ik, maar waar? Ashley, I'm gonna get you out of this, don't die worry. Die camera! Hurry, please. Een deurtje daar rechts, of niet? Dat is gewoon een gasting. Ik kan daar kijken, daar achter bij de tralies. Oh! Wat is dat? Kettingzaag! Are you there? Was Ashley hè? En Josh. And thank you all for joining me. Oh, he's mad. And Josh. Ashley and Josh. A little experiment. Sort of test. Now for this experiment, we'll need the cooperation of our two test subjects. Joshua and Ashley. Oh, je moet een keuze maken. We're gonna need one more brave participant to help us. Als we keuze, wie gaan we kiezen dan? And which will die? Wie gaan we kiezen? Wie gaan we kiezen dan? Ashley of George? Please, of misschien helemaal geen keuze. So very simple. Allebei dood. Christopher. Ja, maar ze zeiden ook niet het hele begin van het spel. Als je geen keuze maakt, moet je ook soms positief. Choose who you will say. Die kiezen we. Mij mag zij wel meer. Maar mij mag zijn wel meer, man. Ja, maar even als hij er een fout had. Ja, maar hij is wel op. Oké, ik ga dood. Hij wil gewoon naar zijn zusjes brengen. Ashley dood. Ashley meer hoor ik. Of gewoon geen. Ja, je kan, je moet een keuze maken nu. Vel, jij mag kiezen. Nee. Ja. Save Ashley. Nee. Jawel, doe George gewoon. George kwam naar die zusjes. Check ze. Please, no.
Ja, maar die moet je wel dan naar Josh doen, toch? I of naar haar. Yo! Oh, oh, fuck Josh! No, Chris! No. Oh, my friend! Why would you do this? Oh, God, what did I do? Ah! You can't do this! Please! Don't look, Ash. Why don't look. Can't I look for Sleep Dummy? He's okay, please. I'm coming, Ash. I'm gonna get you. I'm letting you down. Shh, stop, please. Come on, let's get you out of here. Come on, Leo. Come on, Leo. Help! You gotta go, okay? Ah, van die darren die staan zo, hé. Aan de ene kant, dat is wel mooi. Nu zijn de tweeling en hun broer ja, allebei daarom, samen. Dan zijn ze weer samen. Herenigd. En hun kunnen seksen. Chris! Yo! Hey, Matt! What? What? Whose blood is that, Ash? Are you okay? Dat is ook uit de sink. Josh, what? Dude? He said, wait, not what? Right in front of us, man. What are you talking about? Maniac. Maniac. Oh my god, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac, and there was a saw, and it was either him or Ash, and I don't know what oh to god. Do. It come right through my head, spilling out fucking everywhere. What? Oh my god, Chris, what? And I killed him. That's not him. I killed him. It was my fault, man. No, this is insane. We need to go get some help. It cut right in half. We're gonna fix this out. Matt, we need to go get help now. I don't know. Em, we should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Fine, you're right. Get everyone else together, but if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just wait around. But what about... Why are we still talking about this? Let's go! Gaan ze dan? Kijk we hem weer hoor. Yo, maniac zien we. Hij gaat wel steeds slechter. Hij gewoon die zaaf daar. Wordt ook steeds slechter hè? Hallo. Nuis. Ik hoor Melvin ook steeds slechter. Hoezo? Heel zacht en heel ver. Kijk, beweegt te veel. Oh! Gaat het goed of niet? Ja, het gaat prima. Oké. Okay. Bij mij wel hoor. And you think that these poor people are getting what they deserve? Wie is dit? Mohan en Pettis. What do you want? Trying to help you, and this game you're playing, you understand that it's not good for you, it's not good for anyone. And I can't say that you're showing much loyalty in the way you're playing. See, it's the moordenaar, maybe it's the moordenaar. Yeah! To continue with this elaborate self-indulgence. Maar mijn Engels is niet heel goed. Oh ja, joh. Do you even believe that I am real? Maar wat doet die slang daarop? Ik wil geen zuurstof in slang. Ik weet dat hij echt is, want hij heeft een Prison Break gespeeld. The heart of the problem is all comes down to this. Can you really tell the difference anymore? I doubt it. Wat doet die slang? Nou, weet ik veel, joh. Gaat hij weer uit het raam kijken. Wordt er ook niet mooier op, hè? Weer. Ben je nou tot dit moment van de video gekomen? Dan wil ik je feliciteren, want je hebt het einde van de video gezien. Wij gaan nu afsluiten.
Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te gooien. En natuurlijk even de abonneerknop aan te klikken. Vergeet dan ook gelijk niet dat belletje. Want we gaan deze Halloween Horror Week nog genoeg streamen. En komen genoeg video's online. En daar ben je er altijd bij. Nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zie jou in de volgende video. Eventuele volgende stream.